snel een nieuwe vakantievlog. Want wij boffen, wij zijn onderweg naar Center Park, het Heidabos. Voor een, ja, we heel, voor een heerlijk midweekje. Het is vandaag 31 december, oudjaarsdag, maandag. En het wordt een heerlijk verblijf. We hebben er heel veel zin in, dus we nemen jullie gezellig mee. Nou, hier is ons VIP-huisje. Ben benieuwd. We zijn er en het was voor ons maar 50 minuutjes rijden. Oké, okay, die meiden waren even ruzie aan het maken. Het was maar 50 minuutjes rijden. En normaal als je op vakantie gaat, zijn we altijd wel gewend om iets verder te rijden. Dus dat was eigenlijk wel heel erg relaxed. We zijn er. We gaan hier dus oud en nieuw vieren. Vanavond komen er nog vrienden langs die mee oud en nieuw vieren. Dus dat wordt wel heel gezellig. Voor de rest vieren we gewoon met ons gezin vakantie. En gaan we gewoon lekker genieten. Lekker naar het zwemparadijs. Ja, gewoon... genieten van de simpele dingen. Ik zal even een house tour laten zien. Dan hebben we hier gelijk de sauna. Dus dat wordt lekker genieten van de week, nou, samen. Hey, en wat hebben we hier? We kunnen gelijk naar de huishoudbeurs. Hey. Hier is dus de sauna. En die is ook lekker ruim. Dus dat wordt leuk. Dan kunnen we natuurlijk niet gaan vloggen als we hierin zitten. Maar het wordt wel heel leuk. En dan is hier Feline de boel al aan het ontdekken. Hier is een tweepersoonskamer. Misschien dat wij hier wel gaan slapen. Nee? En daar is een badkamer en suite met een bad. En wastafel. Dus dat is wel echt heel fijn. Lekker ruime kamer. Naar de tweede slaapkamer. Ik denk dat hier Amy of Lana gaan slapen. We hebben een zespersoonshuisje. Omdat het, de meiden beter slapen als ze los van elkaar slapen. Dus ik denk dat een van de meiden hier slaapt. Er staat een babybedje. En een badkamer. Met een douche en een wastafel. Oh, schattig. Is dit de woonkamer? Lekker ruime bank. Stoeltje erbij. Televisie en open haard. En dan is dit het tuintje waar we nu eventjes minder gebruik van maken. Maar in de zomer wel heel lekker. Met zelfs een barbecue. En dit is wel heel leuk. Het is de keuken met een bar. Dus dat ziet er wel heel gezellig uit. En de eettafel, kinderstoelen met een nette keuken erbij, met vaatwasser en een vijfpits gasstel. Loop ik nog even naar hier. Hier is ook nog een tweepersoonskamer. Dus dat is ook heel netjes. En dan is dit de master bathroom, de grote badkamer met een bubbelbad. Dus dat is natuurlijk super luxe. Hier kunnen we het hele gezin in. Hallo. Het zal hierin zitten. Och, lekker. Lekkere producten. Toilet. Er is een gang trouwens over mijn toilet. En een wastafel. Ik ben al lekker in feestelijke outfit. Want het is oud en nieuw. Dus ik heb dit jurkje weer gezellig aangetrokken. En we gaan vanavond lekker gourmetten. Nou, alles een plekje aan het geven. We hebben natuurlijk een aantal spelletjes mee. Want ja, je kent ons. Dol op spelletjesavonden. Ik ben mijn koffer aan het uitpakken. En ik weet niet of jullie ook zo zijn. Maar ik vind het dus echt super fijn. Als ik gewoon een kast kan inrichten. Dus dat ik echt voor mijn gevoel... gezetteld ben, mijn kleren opgeruimd in de kast. Nou ja, opgeruimd, totaal niet netjes. Maar zo is het bij mij thuis niet heel anders. Dus wat dat betreft voel ik me thuis hierbij. Ik leef dus liever niet uit de koffer, maar meer zo uit de kast. Ik ben echt heel benieuwd hoe jullie dat doen. Voor iets belangrijks, ik heb zelfs mijn sloffen mee. Want dan voel ik me echt thuis ergens. En mijn chillvest. Die gaat later op de avond denk ik wel aan. Alles voor de gourmet staat klaar. En onze vrienden eten gezellig mee. Die vieren met ons ook oud en nieuw mee vanavond. Dus dat is leuk. Het vlees gaat er al goed op. De kindjes die zijn hier al lekker aan het kleuren en aan het snoepen van paprika. Dus dat is alleen maar goed. Yes. Close. Yay. Voor de kinderen is het bedtijd. Dus voor hun doen we nu al het aftellen. Dus ik heb op YouTube een filmpje van de klok. En die gaat om 12 uur af. En dan krijgen ze lekker kinderchampagne, oliebollen en sterretjes vuurwerk. Als deze op daar staat, dan is het nieuwjaar. Het is echt klets, wat, kwats, kwets, soort van
Oké, dus zeg maar bij gymnastiek, je kunt zeg maar een split maken, maar je kunt ook een soort kombo op de grond maken. Dat noem je een wadslag. Ja. Als je zeg maar een plastische chirurgie en dan je rimpels en dan een beetje strak in je gezicht. Ja. Zij is een beetje blond, lijkt een beetje op mij, zo'n boblijntje en ze heeft een heel slim programma. Heel slim. Oh, die drinkt wel echt zo. Eva Ajinek, een heel slim programma, wou ik zeggen. Ja, Kate Middleton is heel moeilijk en de Voice Senior. Kate Middleton! Hoe lukt hij uit? Inmiddels is het vestje aan. Ik vlog inmiddels 5 jaar. En al 5 jaar lang vlog ik ook onze oudjaarsavond. Dus het aftellen, de champagne, het vuurwerk, het vieren van oud en nieuw. Dus ook dit jaar weer. Best een beetje gek eigenlijk, dat ik dat al zo lang deel. Dus we gaan dadelijk aftellen. Oliebollen bakken erbij, champagne. Top. 4, 3, 2, 1. Eigenlijk niet uit. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Twee. Goedemorgen, het is vandaag de dag erna. Het is 1 januari voor ons. Het is dinsdag en we zijn lekker wakker geworden hier in Center Parcs. Heerlijk geslapen na oud en nieuw. En zo lekker even een ontbijtje eten. Er is hier een heel luxe ontbijtje bezorgd. Die stond voor de deur. Super luxe. Met lekkere broodjes. Iets voor de kids. Heerlijk met beleg, prosecco zelfs, super luxe. Allemaal lekker beleg, drinken, eitjes. Hier alle broodjes. Ik zal even de tafel gaan dekken. Maar het ziet er wel heel luxe uit. Wil je zelf je broodjes smeren? Goed hoor. We zijn nu in de Jungle Dome. Dit is eigenlijk een soort van super grote speeltuin in een jungle waar ze echt lekker kunnen spelen en zo. Van de regen zit ons haar echt alle kanten op. Maar dat maakt niet uit. Toen zijn we teruggegaan, hebben we geluncht en even geslapen en daarna zijn we gaan bowlen. Maar het was daar echt super donker binnen, dus filmen was echt niet te doen. Nu zijn we ons aan het klaarmaken voor het diner. Gaan we lekker uit eten hier op Center Parcs bij de Nonna's, heet het restaurant geloof ik. Eten vanavond bij Nonna. Dit is Nonna. Nee. Restaurant van Nonna. Ik ben heel benieuwd. Terug van het eten. De meisjes liggen lekker op bed en wij gaan lekker hier in dit bubbelbad met een glaasje prosecco. Dus goedemorgen, er is weer heerlijk luxe ontbijtje bezorgd. Ik moet hier zien wat erin zit. Oh, wat lekker. Surprise-ei. Surprise-ei zelfs, wauw. Ik weet nog niet met wat erin zit. Heerlijk beleg, rode wijn, lekker. Broodjes. Ik weet niet wat erin zit. Nog meer broodjes. Weet je niet wat erin zit? Nee, dat is altijd een verrassing, hè? Ja. Voor de kinderen een soort van picknickpakketje. Oeh, er zitten zelfs muffins en een donut bij. Mm. We zijn onderweg naar het zwembad. Lana, weg. Oh. Goed zo. Amy op de nek met papa. Vlien in de kinderwagen. En Lana duwt de kinderwagen. Next generation is dit. Yeah. En we hebben er heel veel zin in. Woehoe. Dat ging net goed. Thank you.
gemaakt. Echt vermoeiend. Vermoeid. Dus we hebben net lekker even broodjes gegeten. En nu gaan de meisjes slapen. Maar ik ga zelf ook eventjes slapen. En als er iets is wat ik veel doe op vakantie. Vooral als we lekker naar bijvoorbeeld Center Park zijn. Is naast dat we natuurlijk gaan zwemmen. Lekker eten. Naar de speeltuin en dat soort dingen. Is ook gewoon lekker veel slapen. Dus waar mogelijk gewoon een dutje mee gaan doen met de meiden. En lezen. En ik ben momenteel wel een heel leuk boek aan het lezen. Ik zal even laten zien. Het is De Kracht van Kwetsbaarheid. Ik vind het tot nu toe al in ieder geval een hele aanrader. Ik heb mezelf weer opgekalfaterd. En we gaan lopen richting restaurant Fueco. Wat een grillrestaurant is. Dus lekker. We zitten bij de grill en we hebben uitzicht op het zwembad. Dat is leuk. Het is vandaag donderdag, onze laatste hele dag hier. Morgen hebben we nog een ochtendje, een ontbijtje hier en dan gaan we weer naar huis. Het is alweer, hoe laat is het? 2:30? We zijn vanmorgen lekker bezig zwemmen. Morgen gaan we die opeten, oké? Ja. Oké. We zijn al lekker bezig zwemmen. We waren al rond 10 uur in het zwembad. Om 1 uur waren we weer terug, hebben geluncht en geslapen weer. Dus we zijn echt van het slapen, eten, zwemmen, spelen, slapen, eten. Nou ja, en repeat. Ja, schat, die mag je morgen opeten. Ja. Heb ze pas een paar keer gevraagd. En mama, ik ga morgen samen zeden opeten. Oké. We gaan dadelijk even naar de kinderboerderij. Al regent het een beetje, zie ik. En we gaan vandaag gourmetten. We hebben zo'n fun cooking set besteld. Dus dan krijg je een gourmetschotel. En we hebben natuurlijk maandag ook al gourmet met onze vrienden. Maar nu even met ons gezinnetje. Dus we hebben lekker alles laten bezorgen. Maar ik zal straks wel even laten zien wat er allemaal bij zit. Waaronder voor de kinderen zo'n kidsbox. Met weer zo'n surprise ei. Dus ze houden er niet meer over op wanneer ze die dan mogen. Maar maakt niet uit. Dat is kind eigen, snap ik ook wel. Ja, die gaan we morgen opeten, schat. En ik laat hem nog. Deze gaat opeten. Je hebt nog de danoontje aan je als melksnor. Maar die mag je morgen opeten. Zullen we dat afspreken? Want we hebben vandaag al best wel veel lekkers. En morgen gaan we naar huis. Dan heb je thuis nog wat lekkers. Doe maar in de doos. Goed zo. Nu ga ik hier aan beginnen. Door het zwemmen is het haar van Lana echt helemaal in de knoop. En we hebben het daar niet gelijk gewassen. Dat had ik dus eigenlijk gelijk moeten doen. Want dit is echt geen begin aan eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar tips van andere mama's. Ik heb gelukkig een hele fijne anti-klitborstel uit mijn eigen collectie. Maar of iemand nog tips heeft om echt van zulke knopen er echt makkelijk uit te krijgen. Of je iets van een middeltje hebt. Of ja, ik ben gewoon benieuwd naar jullie tips. Dus deze borstel is al heel fijn. Maar toch ben je best wel even bezig. Dus mocht iemand een tip hebben wat extra ondersteunend werkt om die haren uit de klit te krijgen, let me know. We staan dus helemaal klaar om te gaan naar de kinderboerderij. En Amy, onze peuter, die weigert om de jas aan te doen, om mee te komen, om iets te doen. Terwijl zij heel graag naar de kinderboerderij wilde. Dus wij doen dan heel... ons trucje is dan om dan te doen alsof we gaan. Dus zeggen we dag Amy, doei. Gaan we ook echt naar buiten, deur dicht. Dat maakt dan totaal geen indruk. Terwijl Lana al lang bang was geweest om dat we echt weg zouden gaan. Maar goed, inmiddels zijn we met z'n allen weer gereed. En is de peuter driftbuit weer in. Op zijn retour. Zie je, ze zijn lekker iets aan het zoeken. Ze kunnen eten, denk ik. Die hebben mooie haartjes. Varkentje, pak maar bij de andere. Die is lief, hè? Nee. Kijk, dat zie je. Die kan niet open. Nee, die kan niet open, maar zie je de kippetjes? Waar zie je de kippetjes? Die doen ruzie maken. En de hertjes. Ja, die twee erachter gaan ruzie maken. Hoppa. Koe. Nee, is geen koe. Kippetje en de geitjes. Geitjes! Mooi hè?
Alles voorbereiden voor de gourmet. En dit is er dus binnengekomen. Groenten voor de gourmet. Sla, schotel, dit vlees. Lekker slavinkjes ook. Even kijken, zelfs een toetje. Pannenkoekjes voor de kids. Aardappelsalade. En knoflookboter. En brood. En dit vlees. Kruiden. Echt heel uitgebreid. Dus ik ga het even allemaal klaarzetten. Het laatste avondje hier. Dus we gaan lekker groen met... Welke houding je moet aannemen? Linker elleboog op de leuning. En je gaat inzakken en roeren. En dat geluidje wat je er net bij maakt. En als iemand in de buurt van je vlees komt, dan zeg je... En ga je in de gaten houden. Ben jij nog wat aan het doen? Een stukje vlees op masseren. Mama! Mama! Awkward. Wat te doen. Nou, na de gourmet zijn we lekker met z'n allen in bad geweest. De meisjes liggen lekker in bed. Ik heb mijn badjas al aan. En we gaan daar nog even de sauna in. Nu nog even kan voor ons laatste avondje hier. Volgende week, of eigenlijk ja, voor ons, overmorgen begint de KC Budget Challenge. Op het moment dat deze vlog online staat, kun je daar alles al over lezen op mijn overmorgen blog. Overmorgen al? Mm-hmm. Kun je daar alles over lezen op mijn blog. Kun je het e-book downloaden, lid worden van de community, allemaal gratis. Ja. En meedoen met ons en gaan we op een budget leven. Dus we gaan even weer back to healthy lifestyle en dat soort dingen. Dus dat gaan we ook allemaal in de vlogs laten zien. Hoe we op je budget gaan leven, hoe boodschappen doen, boodschappen shoplogs, dat soort dingen. Hoe ik dan budgetproof gerechten ga koken en zelf ook mee ga doen. Ja, dus we gaan weer helemaal gezond en budgetproof door het leven. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog, waarin we heerlijk hebben genoten, juist wel van die luxe dingetjes. Ja, nu nog even wel. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie je graag volgende week weer. Doei! Doei!